Zonnebloem. Ik ben daar gekomen toen ik wat meer tijd had, mijn kinderen groter werden. En dat ik dacht van nu is het ook tijd voor mij om eens iets voor mijn medemens te doen, iets anders te doen. En mevrouw Dolman, Adrie, heb ik leren kennen dat ze bij mij in de salon kwam. Ja. En op een gegeven moment is Adrie ziek geworden, heeft Adrie een herseninfarct gehad. En daardoor is het spraakvermogen is weg. Adrie kwam nog wel bij mij in de salon en toen hadden we zo eens een gesprekje van ik zei nou ga maar mee met de zonnebloemweken. Lijkt je dat leuk om eens mee te gaan met een zonnebloemweekvakantie? Nou, Adrie moest er even over nadenken. Ik dacht van nou, moeilijk. Ze zegt ik wil het doen als jij meegaat. Nou, dat hebben we besproken en dat kon. Toen zijn Adrie en ik samen een week met een regiovakantie geweest en zijn we naar Eindhoven geweest. En daar hebben we toch een topweek gehad, hè? Ja. Dat was zo gezellig. Ja. Voor de eerste keer stond Adrie weer even met mensen op de dansvloer. Ja. En dat was, nou, het was echt een geweldige week was het. Nou, later hebben we dat eigenlijk nog een keer gedaan. Dus ja. We zijn er twee keer samen een week met zonnebloem op vakantie geweest.